Stan Storimans is om het leven gekomen door een Russische clusterbom die de Russen afschoot om het wapen te testen. Dat is de conclusie van het onderzoek van RTL-correspondent Jeroen Akkermans naar de toedracht van de aanslag. De Russen wisten dat er op het plein, dat ze met een Iskander-raket beschoten, geen militairen meer waren. Dat wordt ook aangetoond door beelden van bewakingscamera's die hingen rond het plein waar Stan en 11 burgers om het leven kwamen. Jeroen Akkermans reisde terug naar Gori om erachter te komen wat er nou precies is gebeurd op die 12 augustus 2008. Stan en ik reizen naar Gori om een verhaal te maken over de achterblijvers. De stad op 25 kilometer van het front is geëvacueerd. We filmen een bijna lege stad. Als we op het Stalinplein staan, volgen er uit het niets meerdere explosies. Naast Stan komen 11 Georgische burgers om. We maken een reconstructie. Tijdens het onderzoek vinden we veel videobewijs van de raket. Als we een deel van het moordwapen in handen krijgen, willen wij er zeker van zijn dat het de juiste raket is. Dus de diameter klopt. En dan deze codering 9M723. Dat is ook een codering voor de Iskander SS-26. Cruciaal, want alleen de Russen beschikken over deze raketinstallatie. Beveiligingscamera's filmen alles op het plein en leggen ook de inslag van de raket vast. En zo ziet de top van de raket eruit vlak na de aanval. De Russen ontkennen, maar uit alles blijkt dat de raket een clusterbom heeft afgeschoten. Rondom het plein zijn de littekens nog steeds overal zichtbaar. De raket schiet de clusterlading op grote hoogte af. Het plein krijgt de volle lading. Een deel van de bom is in onze handen. Dit is een deel van de clusterlading. Die is also eckig, dat heißt, die reist een richtiges Loch hinein. De raketaanval is een test geweest om een relatief nieuwe raket uit te proberen. Erprobung is een van de entscheidende aspecten in alle raketenontwikkelingen. De clusterbom zaait terreur om de stad helemaal schoon te vegen. Vervolgens rukken de Russen op naar Gori. De stad wordt afgegrendeld van de buitenwereld. De Russen halen de Georgische kazernes leeg. Een achtergelaten Georgische tank is een van de laatste beelden van Stan. Stan was gewoon een goede vent en een zeer professionele cameraman. Uit naam van de hele RTL Nieuwsredactie, we missen hem. Jeroen Akkermans voor RTL Nieuws in Gori.